Hoeveel tijd hebben we voor het verzuren tot iedereen komt? Een half uurtje. Half uurtje, oké. Okay. Tik je ook met 2 vingers of met 10? Met 2. Zullen we beginnen met de slingers? Ja, is goed. Oké, goed plan. Hallo. Dit is jullie feestje. Doe ook eens wat. Lekker bezig, Bieke. Zo, de toko ziet er mooi uit. Nou zaten wij net wel met deze spraakcomputer te praten. Maar is dat ook altijd hoe jullie praten? Ik kan wel woorden zeggen, maar geen zinnen zeggen. Oh ja, ja, dan is dit inderdaad wel chill. En jij kan dus nog wel een beetje praten, toch? Ja. Ja. Kunnen jullie eens uitleggen wat jullie hebben? Want jullie hebben ook alle twee hetzelfde. Ik heb de ziekte. Huntington. Dat is ALS. Parkinson. En Alzheimer. En dat hebben jullie dus alle twee? Ja. Want wat houdt Huntington dan precies voor jullie in? Dat is spieren en zenuwen. Laat ze invallen. Dus eigenlijk zitten jullie een soort van gevangen in je lichaam, maar jullie zijn wel nog helemaal helder in je koppie. Jullie begrijpen gewoon alles wat ik zeg. Ja. Nee, die kwam er heel snel uit. En wanneer kwamen jullie erachter dat je dit hebt? Een oudere broer die het ook had. Maar je zegt had, dus die is dan helaas overleden? Ja. En hoe lang is dat geleden? Hij was 15 jaar oud toen hij overlijdt. Want hoe bijzonder is het dan dat jullie dit alle drie hebben? Heel bijzonder. Normaal gesproken beginnen de klachten pas vanaf de 35ste. Dat moest denk ik 35ste zijn, toch? Ja. Ja. Vroeger hadden we nog niks, maar onze klachten begonnen toen ik 5 was en mijn broer 8. En bestaat er eigenlijk een medicijn voor? Hier nog niet. En hoezo is eigenlijk dit feestje hier vandaag? Om mijn leven te vieren. Oké, dan gaan we iedereen binnenhalen. Of wil jij nog een raadletje klappen, Artje? Ja. Oké, ga ik voor je pakken. Ik heb... Kijk eens. Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Heel leuk, jongen. Hoi, Dustin. Hoi, ik ben Jurre. Hoi, Jurre. Aangenaam. Nou, goed dat jullie er zijn. Maar volgens mij ken jij hun al langer, of niet? Ja. Dat idee krijg ik ook. Van wat kennen jullie elkaar dan? Van school. Van school nog? Ja. Oh, dus jullie gaan echt way back. Ja, een beetje terug. Leuk. Oké, okay, nou dan is het tijd voor bier, denk ik. Zeker weten. Ik plank die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Hou ervan. Smoke ontspannen, een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijdt daar hard, wel eens een bon gepakt. 6 maanden op vakantie, kom terug, bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. Nee, proost op het leven. Er wordt alleen maar geat hier. Hallo, kom binnen. Geef maar aan de mensen die willen. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt. Rustig aan, jongen. Vanuit het gisteren, jongen. Gooi alles van mijn vingers hiervoor. Je hebt een Mercedes poster op je kamer, of niet? Ja. En die seksposter. Ja. Hij heeft zo'n hele poster van allemaal kansen plaatjes, zeg maar. Ja, hij is trots op. Mooi, hè? Ja.
En hoe is het, want dan hebben jullie hem denk ik ook wel echt wel slecht te zien worden ook. Ja, ja, heel erg. Weten jullie dat nog, hoe dat een beetje ging? Ja, we zeiden altijd met de gym. Vooral met de gym, daar heb je dat heel erg. Dan op een gegeven doet hij met alles, doet hij gewoon mee met rennen en zo en dat soort dingen. En hij stopt nooit, daar heeft hij gewoon geen zin in. Ja. Ook al zegt de meeste van met piepjes testen moet je heen en weer rennen op de tijd. Dan is hij te laat, maar alsnog rent hij door. Ja. En dan wil hij gewoon laten zien dat hij het wel echt kan. Hoe zag je dan wel dat er iets aan de hand was? Dat wel een beetje op de manier hoe hij doet. En met eten en drinken en dat soort dingen. Dus zie je het wel het snelst. Ja, ook later een beetje op de manier hoe hij ging praten en zo. Dan ging allemaal net iets langzamer dan de rest. Of dan moest hij heel iets langer nadenken dan iemand anders. Ja, dat valt wel op. Soms contact met bellen, maar ja, dan zag je ook wel met praten bijvoorbeeld dat het echt veel slechter ging. En ja, weet je, dat zie je dan stapje voor stapje steeds slechter gaan. Ja, gewoon, weet je, het is een goede vriend van je. En ja, je wil natuurlijk niet dat iemand slecht gaat en slecht hoort. Dus ja, het is wel lastig dan. En merkte jij dat ook? Dat zij dat soms moeilijk vonden om te zien? Ja. Ja? Want hoe konden jullie daar dan een beetje mee omgaan? Gewoon niet nadenken. Ja. Heel simpel. Gewoon denken dat er niks aan de hand is. En dan, ja, als je een beetje met elkaar gaat onderjagen, weet ik veel wat allemaal, dan heb je dat ook allemaal niet meer door. De gym, net zoals alle anderen. Ja, want het is ook denk ik juist fijn dan, denk ik, om met je vrienden te zijn, zodat je gewoon lekker kan lachen, toch? Ja, sowieso. Ja. Ja, want dat doen jullie volgens mij nog wel. Ja, zeker. Ja. Ik hoorde net ving ik iets op een verhaal over een sekspop of zo. Ja. Het is ook ineens heel stil. Ja. Praat vooral verder. Ja. Ja. Wat is dat precies? Ja, ik ben nergens vanaf, maar... Nou, ik deels wel. Damiano belde mij op en hij zei, Max, ik heb een sekspop. Ja. Ja, wat is dit dan? Nou? Ja. Ja, begon hij te filmen. Nou, toen liet hij ook al zijn posters zien op zijn slaapkamer. Maar even, jij hebt dus een sekspop gekregen? Ja. Van wie? Van de buurman. Van wie? Van de buurman. Van de buurman? Ja. Maar en hoezo kreeg je dat dan? Want dat vond je wel een goed cadeau. Of kwam hij ermee? Hij kwam ermee. Zo. Nou, daar heb je wel een goede buurman aan. Met een BH ermee. Wat zeg je? Met een BH ermee. Met een BH en ondergoed aan? Ja. Ja hoor, zo. En mag die rondgaan in de vriendengroep of is ze alleen voor jou? Ik hoef hem niet. Oké, dan laten we hem gewoon bij jou, goed? Ja. Hoe heet ze? Sanne. Sanne. Hoe? Sanne? Ja. Proost op Sanne. Dat jullie maar een mooie toekomst tegemoet gaan samen. Hij moet hier slapen, denk ik ook in deze. Ja, fijn weer. Ik ben het zeren van de kroeg. Even een applausje voor de winnaars. Oh ja. Oh, dankjewel. Ja. Applausje. Applausje. Let het niet. Jee, papa. Zo. Nou, ja, dat moet opnieuw, hoor niet? Hartstikke mooi. Nee, nee, dit mag er allemaal zijn. En we zitten. Ja. Hoe vond je het?
Leuk? Ja. Wel jammer dat je niet hebt gewonnen, hè? Wel gewonnen. We waren gewoon te zwaar met z'n tweeën. Ah ja, dat zal het zijn, dat zal het zijn. Hé, hey, hoe zijn dit soort uitjes eigenlijk voor jullie? Als gezin om te doen? Chaos. Chaotisch, ja. Maar wel leuk. Hoezo chaotisch? Ja, het is wel een dingetje om dat allemaal te realiseren. Zijn spieren werken niet meer mee, dus het is... Hij doet niks meer zelf, dus wij moeten alles voor hem doen. Ja, maar het lijkt me ook wel juist bijzonder, dit soort dagjes. Ja, dat is ook wel zo. Daar genieten we van, hè? Memories maken. Ja. Maar ik zit nou even te denken, want jij bent hun zusje. Maar jij hebt dit niet, toch? Nee? En hoe komt dat? Omdat ik een andere vader heb als hun. Aha, oh ja. Zij is geboren vanuit ons. Mm-hmm. Hij is geen gendrager en mijn ex-man was wel drager van de ziekte. Dus mijn vorige gezin, alle kinderen hadden het. Want jullie hebben dus bij je eerste kind gezien wel hoe snel het dus ook kan gaan. En hoe denken jullie daar dan over met hun? Nou, in principe valt het wel mee, hè? Ja? Want onze oudste heeft er 11 jaar mee geleefd. Oké. En dat is gemiddeld voor de kinderen staat ook 10 jaar. En is het dan juist fijn om misschien het een beetje gezien te hebben hoe het gaat? Of is dat misschien juist eng? Dat weet ik niet. Vind je dat eng? Maar dat moet ik zeggen. Ik ga niks zeggen, jongen. Dami, kun je daar antwoord op geven? Begrijp je wat ik bedoel? Toen Jules ziek was, weet je dat nog? Nee. Vind je dat eng om daaraan terug te denken dat jij dat ook zo krijgt? Yes. Ja. En denk je daar dan wel soms aan of probeer je er juist zoveel mogelijk niet aan te denken? Ik denk wel eens zo zijn. Ja? Soms denk je eraan. En jij? Denk jij er wel eens aan? Ja, heel vaak. En wat denk je dan? Ja, dat wil ik niet zeggen. En dan ga ik er weer aan denken. Ja. En meestal is het ook op school, als ik droevig of zo ben, dan ga ik altijd naar de directeur toe. En dan? Die is dan wel lief voor je. Ja. Maar ik zie ook wel dat je nu heel erg geniet van dat ze er nu nog zijn. En dat je je vooral ook heel erg veel treitert. Er hoort bij. Dat zijn elke broers en zussen. Maar als je er even wel aan denkt, bijvoorbeeld aan de toekomst. We hebben toch geen toekomst? Voelt dat zo? Man. Ja, die is er ook niet. Wij kunnen niet in de toekomst gaan plannen. Maar lukt dat om er dan gewoon helemaal niet aan te denken? Ja, gewoon niet doen. Gewoon doen. Vandaag tot dag. Vandaag tot dag. En wat zijn dan nu de dingen waar jullie het meeste van genieten? Ja, je geniet er sowieso van. Hij gaat naar de dagopvang met heel veel plezier. Heeft hij reuze naar zijn zin. Toch, Dami? Heel veel vriendjes, hè? Ja. En zij gaat naar het Roesink en... Ze is helemaal gek van de BSO. Dus als ze daar met veel plezier in gaan, komen ze ook met een plezierig en goed verhaal weer thuis. En daar geniet me van. Ja. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Je zal het maar hebben.